Een verrassing uit Japan. U heeft het van de week allemaal kunnen lezen en kunnen zien op televisie. Met rugnummer 45, Ritsi Doan. Dan gaan we nu dan de rugnummer 21 krijgen. Django Warmerdam, daar is hij. Dan gaan we weer naar de nieuweling met rugnummer 4. Hij komt van Heracles, Mike de Wierik. Er zijn wat mensen op afgekomen. Was dat bij Heracles ook altijd zo? Ja, bij Heracles kwamen er ook wel een aantal mensen op de training af. En ik denk dat er hier wel iets meer stonden. Dus het is altijd leuk dat zo'n eerste training ook voor de supporters. En gelijk even kijken hoe het met de spelers is. Ik vind het in ieder geval altijd leuk. Dankjewel voor jouw introductie zojuist van Jan. We hebben lekker weer gekregen, lekker zonnetje erbij. Het is wel redelijk pittig nog, omdat we veel kleine vormen hebben getraind. Ah, prima, niet al te lang. Veel aan de bal kunnen zijn iedereen. De groep staat er prima bij. Een paar goede testdagen gehad. Dus het ziet er hoopvol uit. Wat is er dan getest? Sprongkracht, manier van sprinten, lichaam, longen, hart. Alles wordt nagekeken. Of ze één de belasting aan kunnen, wat de tussenstand is. En of alles nog heel is. Hè? Het is een redelijk kleine groep, want sommige jongens hebben nog vakantie. Die hebben interlands gespeeld. De vier nieuwe jongens zijn er wel bij. Wat voor indruk hebben ze nu al gemaakt? Nee, het zijn vier jongens die graag de bal willen hebben. Nou, daar hebben we ook naar gekeken. Vier jongens die een prima instelling hebben. Op een belangrijke manier van spelen. En jongens die gretig zijn bij een nieuwe club. Ja, die energie hebben we graag nodig. En is alleen maar positief voor de groep. Mijn eerste indruk van deze groep is prima. En daar wordt het gelijk fel en fanatiek getraind. En dat is goed om te zien. Ja, Ritsu Doan is er ook bij. Een jongen uit Japan, spreekt nog geen Nederlands, nog geen Engels. Hoe communiceer je dan met deze jongen? Nou, hij is natuurlijk heel leergierig. En volgens mij heeft hij een paar woordjes al geleerd in het Engels. Maar die jongen is voetbal intelligent. Dus hij ziet heus wel waar hij moet gaan staan. En door een beetje gebaar en een paar kleine woordjes heeft hij heel snel in de gaten hoe... En wat de regels zijn. Ja, dan misten we één speler, Brian Linssen, een goede vriend van jou. Dan ben je hier bij FC Groningen en dan is Brian er bij de eerste training niet. Hoe is dat? Ja, hij heeft me goed, opgevangen de eerste drie dagen vanaf woensdag. Daar ben ik hem dankbaar voor. We gaan zien of het rondkomt voor hem. Dan gun ik hem van harte natuurlijk. Onderdeel van de voorbereiding is ook altijd veel handtekeningen zetten. Dat is ook altijd leuk, denk ik. Ja, dat is wel leuk voor die kids. Wij waren vroeger ook zo, denk ik. En dat is altijd een kleine eer om een handtekening te zetten waar iemand blij mee kan maken. Dat is toch leuk, is gewoon leuk om te doen. Dus, het is minste wat je kan doen. Hè. De eerste training. Hoe gaat de rest de komende week eruit zien? Nou, een beetje dezelfde vorm als nu, alleen komen wat meer loopvormen. De afstanden worden wat groter. We trainen één keer per dag. Dus we beginnen in de gym met een mooi krachtprogramma. Iedereen op maat gesneden. Vandaag gaan we langzaam naar het veld op. En dat zal de accenten van de conditie een beetje in de wedstrijden zijn die we op woensdag, vrijdag en zondag spelen. Ja, ja. Daar moest ik net even aan denken.